Er is een nieuwe Nederlandse radiopiraten op de Noordzee met proefuitzendingen begonnen. Voor onze kust, de kust van Katwijk eigenlijk, buiten de territoriale wateren, is dit weekende een nieuw illegaal radiozendschip met proefuitzendingen begonnen. Op 1107 kilohertz op de middengolf zendt de nieuwe piraten op de Noordzee uit. Toen we er vanmiddag even boven cirkelden, was de 72 meter hoge aluminium zendmast duidelijk te zien. Een gloednieuwe mast geplaatst op een kustvaarder die onder Panamese vlag bleek te varen. Maar voor de rest is deze nieuwe radiopiraat nog een groot mysterie. De naam achterop het schip, de Magda Maria, komt zelfs in de nieuwste officiële lijsten niet voor. En de naam van de zender werd in alle uitzendingen vanmiddag ook niet genoemd. Wel draaide men vanaf het schip vandaag alleen maar Nederlandse platen. Is je naar wens, zo was de eigenaar zijn vaar. En ik zei kijken naar... Volgens ingewijden zouden er achter deze nieuwe zeezender mensen zitten die jaren geleden ook al actief waren met radio vanaf de Noordzee. En die pas in de loop van de komende week hun identiteit en hun nadere plannen zouden willen onthullen. Overigens bestaat er volgens diezelfde ingewijden een kans dat er op korte termijn nog een tweede zeezender voor de Nederlandse kust verschijnt. PTT en Justitie zijn inmiddels op de hoogte van het piratenschip dat dit weekende dus met proefuitzendingen is begonnen. Maar ze hebben nog niet tot maatregelen tegen de zeezender besloten. Sinds het einde van de zeezenders Veronica en Noordzee hebben al heel wat schepen geprobeerd hier op de Noordzee hun plaats in te nemen. Het meest ambitieuze project tot nu toe was wel de MV Magdalena van Radio Mi Amigo. Maar door de slechte aanpak van de scheepvaarttechnische kant is dat schip inmiddels al gereduceerd tot lege conservenblikjes. En de geïnvesteerde miljoenen, die zijn letterlijk naar de haaien gegaan. Radio Paradise. If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true. Afgelopen zondag was er voor het eerst sinds maart 1980 weer een zendschip in Nederland te ontvangen. Vanaf de Magda Maria, een in 1957 in Duitsland gebouwde coaster, klonk op 272 meter middengolf een nieuw station, waarvan de naam nog niet werd genoemd. Op dat moment lag het schip al anderhalve week voor Scheveningen. 9,5 mijl verwijderd van het vasteland was men druk bezig het schip zendklaar te maken. Als eerste slaagden wij erin aan boord van de Magda Maria te komen. Een programmafragment van Radio Paradijs. U hoort discjockey Tom van der Velde, exclusief bij Veronica. Nou jongen, wat wacht je erop? Cliff Richard, I could easily fall in love with you. Radio Paradijs. Aan boord van de Magda Maria bevinden zich twee studio's die hoofdzakelijk zullen worden gebruikt voor het afspelen van banden. De programma's worden in vier studio's aan land gemaakt. De twee studio's aan boord dienen verder voor het nieuws dat twee keer per uur op Radio Paradijs te horen zal zijn. Overigens is de apparatuur voor nog drie studio's al aan boord. In de programma's van Radio Paradijs zal 40% van de platen meer dan 4 jaar oud zijn. De discjockeys draaien verder veel Nederlandse producties en doen om de twee platen hun mond open. Radio Paradijs is na de test van afgelopen zondag uit de eten gebleven, omdat men bezig is de zenders om te bouwen naar nieuwe golflengtes. En dat duurt nog wel een weekje. Op de boot staan twee middengolfzenders van 10 kilowatt. De een zal te horen zijn op 262 meter, de ander op 214 meter. De zenders zijn in de Verenigde Staten gemaakt door Continental Electronics. Waarschijnlijk wordt de tweede middengolfzender gebruikt voor internationale programma's. Men is met diverse organisaties in onderhandeling. Paradijs zelf zal naast op 262 meter ook in stereo te beluisteren zijn op 93 megahertz met een 35 kilowatt FM-zender. De middengolfzenders zullen in de hele Benelux goed te ontvangen zijn. En de FM-zender alleen in de Randstad. De Koninklijke Marine heeft vanmorgen het illegale zendschip Radio Paradijs geënterd. Het schip wordt naar Amsterdam gesleept. In opdracht van Justitie greep de marine vanmorgen in. Het schip dat buiten de Nederlandse territoriale wateren lag, werd vastgemaakt aan een fregat van de marine en werd onder escorte van rijkspolitieboten weggesleept.
Radio Paradise heeft ruim anderhalve week voor de Nederlandse kust gelegen, ten noordwesten van het voormalige Rem-eiland. Er zouden ongeveer 10 bemanningsleden aan boord zijn. Ze zullen in Amsterdam worden ondervraagd. De piraat zou vandaag, na anderhalve week proefuitzendingen, voor het eerst officieel de lucht ingaan. Maar dat heeft justitie voorkomen. Ofschoon het schip buiten de 12-mijlszone lag. Volgens justitie kon worden ingegrepen omdat vaststond dat er een Nederlander aan boord is. Het illegale zendschip Radio Paradise is door de marine opgebracht naar Amsterdam. Een fregat sleept het schip van buiten de 12-mijlszone nadat de Rijkspolitie op last van justitie de drijvende piratenstudio had geënterd. Er kon buiten de territoriale wateren worden ingegrepen omdat er een Nederlander aan boord was. Na anderhalve week op de Noordzee was Radio Paradise vandaag net van plan met de officiële uitzendingen te beginnen. Goedenavond, de Rijkspolitie te water heeft vanmorgen vroeg een eind gemaakt aan de activiteiten van het illegale zendschip Magda Maria, oftewel Radio Paradise, dat 10 mijl ten westen van Katwijk voor anker lag. Het schip lag al ruim anderhalve week voor de Nederlandse kust, maar buiten de territoriale wateren. Het zou vandaag met de officiële uitzendingen beginnen. Voordat het zover kwam, heeft de Rijkspolitie het schip geënterd. Daarna werd de zendpiraat door een fregat van de Koninklijke Marine weggesleept naar Amsterdam. Het zendschip Magda Maria werd vannacht in beslag genomen door 15 man Rijkspolitie, nadat was vastgesteld dat er verboden radiozendapparatuur aan boord was. In noordelijke richting werd het schip daarna richting IJmuiden gesleept. De Magda Maria, het zendschip, werd vanmiddag tegen 1 uur richting IJmuiden gebracht. Dat gebeurde met begeleiding van een marineschip, de Haar Majesteit Jaguar, en een boot van de Rijkspolitie. Ook in de lucht zorgde de Rijkspolitie voor bewaking en wel door middel van een helikopter. De Rijkspolitie die de actie in het grootste geheim uitvoerde, trof op het schip 2 Nederlanders en 2 Ierse matrozen aan. Enkele mijlen voor de haven werd een loods aan boord genomen. Tijdens de reis naar IJmuiden waren de oorspronkelijke opvarenden niet te zien. Het schip werd volledig bemand door mensen van de Rijkspolitie. De Magda Maria had 3 zenders aan boord. 2 voor uitzending op de Middengolf en 1 voor de FM-band. Ook waren er 3 studio's waarvan er 2 gebruiksklaar waren. De zendapparatuur heeft volgens de PTT een waarde van 6 ton. Afgelopen zondag werd bij wijze van proef Nederlandstalige muziek uitgezonden. Onder een flinke publieke belangstelling kwam het schip de sluizen bij IJmuiden binnen. Het marineschip had inmiddels plaatsgemaakt voor een klein sleepbootje. De vermeende paraboolantenne voor het zenden van tv-programma's blijkt van dichtbij een haspel te zijn voor het oprollen van kabels. Begeleid door politieboten ging het tenslotte richting Entrepothaven in Amsterdam. Daar, bij de opslagplaats van de douane, zullen de zenders uit het schip worden gehaald. Wat Radio Paradise moest worden, ligt nu als de Panamese coaster Magda Maria aan de ketting. Hoewel het zendschip buiten de Nederlandse territoriale water lag, kon justitie toch ingrijpen op grond van de Telefoon- en Telegraafwet. Volgens die wet is het verboden bepaalde zendinstallaties aan boord van schepen te hebben en daarmee uitzendingen te verzorgen. Bovendien is de strafwet van toepassing op de 2 Nederlanders aan boord van de Magda Maria. Over de juridische aspecten praat Herman van der Spek met officier van justitie De Doelder, die speciaal is belast met de bestrijding van misdrijven op de Noordzee. Op grond van het feit dat de Telegraaf- en Telefoonwet daar op zich bijzondere bepalingen voor heeft. De enige vraag die wij daarna nog moesten beantwoorden is de vraag of het volkenrecht ons dit niet zou verbieden. We hebben dat bestudeerd en zijn tot conclusie gekomen dat in dit geval het volkenrecht geen beletselen vormde om in te grijpen. Betekent dit nu dat geen enkel piratenschip meer de kans krijgt om voor de Nederlandse kust, zelfs buiten Nederlands gebied, te gaan liggen? Nou, wanneer de Nederlandse rechter ons standpunt zou honoreren, dan zal dat in elk geval aanmerkelijk moeilijker worden, ja. De zender zou vandaag pas officieel de lucht in gaan. Waarom hebt u zo snel ingegrepen? We hebben dat gedaan omdat we, nadat we tot de conclusie waren gekomen dat we zouden ingrijpen, we het ook een kwestie van behoorlijk bestuur vonden om dat dan maar gelijk te doen. En in de tweede plaats omdat we zagen dat verschillende andere boten zich opmaakten. Althans zagen we niet, maar wij hoorden daarvan dat verschillende andere boten zich opmaakten om voor de kust te gaan liggen. En dat wilden we voorkomen. Het verhoor van de bemanningsleden van de Magda Maria is inmiddels begonnen. Justitie hoopt dan ook meer duidelijkheid te krijgen over de organisatie die achter Radio Paradise staat.
De in Panama gevestigde Compañía Naviera Panlieve, een rederij, gaat in een kort geding tegen de Nederlandse staat teruggave eisen van het zendschip Maria Magda. Het geding dient maandag over een week in Amsterdam. De Panamese maatschappij wordt vertegenwoordigd door de advocaten De Jonge uit Utrecht en Ori uit Den Haag. 2:00, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het zendschip van Radio Paradijs is vanmiddag opgebracht naar IJmuiden. De piraat zou vandaag beginnen met zijn geregelde uitzendingen na de proefuitzendingen van de afgelopen dagen. Het ministerie van Justitie heeft meegedeeld dat het zendschip in opdracht van het ministerie naar IJmuiden is gebracht. Luisteraars, goedemiddag. Dit is Marcel Kummel met Actua. In onze laatste aflevering vandaag onder meer zendpiraat opgebracht. Ambtenarenbonden worden beticht van demagogie en grootste NAVO-oefening aller tijden op Atlantische Oceaan. Vandaag heeft de Nederlandse justitie een vroegtijdig einde gemaakt aan het jongste fenomeen op het gebied van de zeezenders, Radio Paradijs. De onder Panamese vlag ronddobberende Magda Maria, die vorige week na enkele per ongeluk uitgezonden proefuitzending in het nieuws kwam, ligt nu in de haven van Amsterdam uit te rusten van een kortstondig avontuur op de Noordzee. Aanvankelijk leek het dat justitie niets kon doen tegen de goed geoliede organisatie. We hebben de hele middag geprobeerd om wat nadere gegevens los te krijgen van het ministerie van Justitie, echter zonder resultaat. De eigenaar wil het schip in dezelfde staat terug als het in beslag werd genomen.